Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 28 juli. Weer klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik ga zometeen gewoon weer eventjes mijn boeltje doen. Ik ga weer eventjes de woonkamer helemaal doen. Het is gelukkig de week van de niet grote schoonmaak. Dus daar ben ik altijd wat korter bezig. Dus dat vind ik altijd wel lekker. Gisteravond heb ik even lekker gegamed. En het spelletje, ik weet er alles van, gekeken. Ik vind het ook altijd wel leuk als ik een beetje mee kan doen, maar ik wist niet van alles heel veel af, dus dat vind ik altijd wel jammer. Daarna de B&B vol liefde. En ik heb eventjes de familie Koppens daarna gekeken, want er was eigenlijk niet zo heel veel op televisie. Dat is eigenlijk altijd wel in de zomermaanden dat ik niet heel erg geboeid raak. Dus daarom vind ik het wel extra leuk dat RTL 4 nu met die B&B is gekomen en dat het ook gewoon echt 4 dagen in de week is. Ik heb foto's bewerkt en een vlog afgemaakt, dus die is mooi klaar. En daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken en weer de 12 van Schouwendam. Ik heb vanavond nog een aflevering en dan kijk ik zondag weer de laatste. Dus de ontknoping is nabij. Dus ja, maar wel heel erg leuk. Ja, verder eigenlijk ook niet heel veel te vertellen. Er is niet heel veel gebeurd. Ik heb gewoon lekker gegeten gisteren. En ik heb nu eventjes niet de ramen open, want het is best wel waaierig buiten. Ik weet niet precies hoeveel graden het is. Ga even kijken. Het is 21 graden. Het is inderdaad overwegend bewolkt. Het heeft gisteravond ook nog best wel even flink geregend, maar... Nou, weet je, het was ook wel lekker. Alleen, ik merk gewoon dat het binnen niet meer echt afkoelt. Ook al heb ik de ramen en de deur openstaan. Dus ja, op een gegeven moment krijg je het koud. Dan heb je iets van, nou, laat maar. Dus ik laat het nu mooi even dicht zitten. Ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga eventjes mijn watertje maken. En dan ga ik jullie er even bij zetten als ik de woonkamer ga doen. Ik ga even een muziekje aandoen. Nog wel even een handwasje doen. Dus die ga ik eerst even aanzetten en dan ga ik wat doen. En daarna eventjes bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik hoop eigenlijk dat ik de doodles afkrijg. Maar moet ik even kijken. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Ik zou even een update geven over deze borstel die ik bij de Action heb gekocht. En echt waar, het is een lifesaver. Als je huisdieren hebt, is het echt een aanrader. Ik had deze stoel. Ik weet niet of het op de beelden heel goed zichtbaar was. Maar op deze stoel ligt de kat heel veel. Die zat dus helemaal vol haar. Die heb ik dus helemaal ermee afgedaan. Je zag het haar wel in het rond liggen, maar hij is gewoon helemaal haarvrij. Dus, en dat gewoon voor deze borstel van nou...
nog geen 3 euro. Dus echt een hele dikke aanrader als je huisdieren hebt. Haar gaat in deze borstel, dus het is in deze houder. Het is wel een beetje moeilijk om hem eruit te krijgen. Maar waarschijnlijk als ik hem weer ga gebruiken, zit het haar hier gewoon in. Het overige hout aan de borstel zit en kan ik daarna gewoon weer wat anders ermee gaan afrollen. Ik heb nu even niks wat ik kan rollen. Maar ik vind hem echt fantastisch. Ik ben er heel erg blij mee. De beste koopbeer van nu vind ik het in ieder geval. Zo, ik ben klaar. Ik heb alles gedaan. Ik heb zelfs de keuken nog wat afgenomen. De tegeltjes had ik gedaan en eventjes achter de apparaten weer de hele aanrecht. Dus dat is ook wel weer lekker schoon. Dus dat is ook wel weer heel fijn. De doodles zijn af, dus dat is ook mooi. Ik heb nog een laatste tekening afgemaakt die in de Bus Bullet Journal moet. Dus eigenlijk was het best wel, wel fijn. Ik heb alleen heel erg kramp in mijn benen. Dat merk ik ook elke keer in bed. Dus ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Maar het zal er vanzelf weer een keer uitgaan. Het is alleen eventjes minder prettig. Ja, ik ben nog steeds zo onder de indruk van die borstel, jongens. Echt, eigenlijk heb ik er al zo lang problemen mee dat ik de kattenharen zo moeilijk van de kussens afkrijg. En dan eigenlijk met zo'n borstel gaat het in één keer gewoon super makkelijk en ziet hij er weer helemaal schoon uit. Dus ja, ik ben super enthousiast in ieder geval. De katten hebben lekker net hun eten op, dus het regent inmiddels ook weer gezellig. Ik heb ook de ramen gewoon verder dicht gehouden. Het longt wel om het open te zetten, maar ik doe het eventjes niet. Ik laat het nu gewoon wel even zo afkoelen, want zo heel warm is het ook niet meer hoor. Het valt wel ietsjes mee. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik douchen en eten. Vanavond kijk ik, ik weet er alles van, BNB vol liefde en daarna hoeveel ben je waard. Ik ga ook nog even lekker met mijn spel aan de gang. Want dat nieuwe spel is ook echt fantastisch voor de Switch. Dus dat is wel even leuk om daarmee verder te gaan. Het is wel heel veel zoeken en lopen. Maar ja, het is wel echt heel erg leuk. Mochten jullie het leuk vinden, kan ik het nog een keer in een vlog laten zien. Wat ik er een beetje mee bedoel. Maar ik weet niet of er echt animo over is. Dus dan laat het maar even weten mocht je het willen zien. Verder ga ik mijn artikel schrijven. Ga ik even de thumbnail nog maken voor de vlog. Zodat die ingepland kan worden. En heb ik nu Amsterdam en de 12 van de Schouwen dan. Ene laatste aflevering. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het wel een aanrader. Want ik had van een van jullie had ik begrepen. Die vond hem niet zo heel erg goed. En toen had ik hem nog helemaal niet gekeken. Maar ja, ik vind hem dan wel weer heel goed. Maar het is eigenlijk gewoon heel grappig hoe meningen kunnen verschillen dan ook weer. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen. Tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 29 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is bijna 1 uur en mijn coach komt er kort overheen. Dus ik kan zo nog even gewoon stofzuigen en de spullen pakken en dan ga ik boodschappen doen. Gisteravond heb ik de standaardprogrammetjes gekeken zoals Ik weet er alles van en de BNB vol liefde. Daarna had ik eventjes gekeken naar... hoeveel ben je waard? Dat is ook altijd wel leuk. Vind ik zelf wel leuk om te zien. Ik heb de video ingepland, de thumbnail gemaakt en mijn artikel geschreven. Dus eigenlijk een hele basic avond. Toen ging ik kijken naar Nieuw Amsterdam. En daarna had ik de ene laatste aflevering van de 12 Schouwen dan. En ik zat op het puntje van mijn stoel. Het was zo spannend. En toen was het afgelopen. En toen wilde ik weten hoe het verder ging. Ik dacht, ik wil het eigenlijk afzien. Ik heb me ingehouden. En ik moet tot zondag wachten van mezelf, want ik ga vanavond weer met code 37 verder. Maar oh jee, wat was dit spannend. Echt, het is echt lang geleden dat ik zo'n spannende serie had waar ik echt van onder de indruk was. Dus ik vind mezelf heel goed. Het goede nieuws is dat ik ook al weet welke volgende serie ik ga kijken op Videoland. Want het is het tweede seizoen van Hudson en Rex. Want ik zag ineens gisteren bij Fox dat ze het tweede seizoen gingen uitzenden. Toen dacht ik, oh, even kijken of het ook al op Videoland staat. En daar stond het gewoon op. Dus hoe leuk is dat? Verder eigenlijk niet heel veel te vertellen. Want er is weinig gebeurd. Dus ik heb op zich wel goed geslapen. Zonder de ventilator. Want ik vond het toch wel frisjes. Ik heb ook weer even lange mouwen aangetrokken. Want ja, ik vind het gewoon best wel fris. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. De telefoon ligt op tafel. Dus ik kan ook even niet nakijken. Maar het is wel behoorlijk fris. Dus
Nou ja, dat. Ik ga het even de spullen pakken en dan ga ik even de stofzuiger doorheen halen. En dan ben ik klaar als mijn coach zo komt. Dus ik zie jullie dan ook weer als ik terug ben van het boodschappen doen. Want dan, ja, ben ik in ieder geval klaar zo meteen. Zo, inmiddels weer terug van de boodschapjes. Ik heb niet heel veel gehaald, want ik had eigenlijk nog best wel veel in de vriezer. Dus ik dacht, nou, dan is het niet zo nodig om heel veel in te kopen. Maar ik zal ze zo even laten zien. Ik las net dat de acteur Hero Müller is overleden. Hij was 83. Maar ik kwam er dus ook achter dat hij de vader is van Peter Paul Müller. En hij speelde natuurlijk Martin Morero in Gooise Vrouwen. En dat had ik dus nooit geweten. Dus dat vond ik wel bijzonder om dat te horen. Ja, ik ga jullie even de boodschapjes laten zien. Dan ga ik ze nog even opruimen, want het is nog vroeg. Het is 3:15. Dus even kijken of ik nog wat ga doen. Ik weet nog niet precies wat. Ik moet sowieso even de was in de kast leggen. En de nagellak gaat er ook af, want die is nu heel erg beschadigd. Dus die gaat er vanavond gewoon lekker af voor het douchen. Maar eerst maar even de boodschapjes pakken. Dus ik zet jullie weer even op het vertrouwde plekje hier. Zo, even iets naar achter. Ik heb bij Lidl alleen even melk gehaald voor de cappuccino. Want dit werkt eigenlijk ook heel goed. Ik heb eerder ook wel zeg maar die latte melk gehad. Maar dit werkt eigenlijk ook heel goed. Die vind ik ook heel lekker. Dan heb ik weer even spekjes gehaald. En de slaatjes. En dat was het ook bij Lidl. Want ik had gewoon niet heel erg nodig. Oh, mijn kaars gaat er vandoor. Die zal ik eerst even rechtop zetten. Even de plus. Ik had de folders alweer binnen. Mooi op tijd weer. Ik heb even het kattenvoer gehaald weer. Oh, dit ging toch niet helemaal fantastisch. De rostirandjes waren op, dus die heb ik weer meegenomen. Zakje patatjes. Mijn bakboter weer. Dan heb ik even 2 flessen chloor gehaald, want ik had mijn eigen chloor weer aangebroken. Heb ik er weer 2 staan, want ik ben best wel een groot chloorverbruiker. De boontjes waren in de aanbieding, dus die zijn ook weer lekker meegekomen. Dan heb ik 3 keer de Glorix, want die was in de aanbieding voor de wc. En ik vind het altijd lekker om zo'n ding in de wc te hangen. Dus ik heb nu White Rose en Tea Tree Oil. Ik heb ook nog een frietsaus. Ik heb de hygiënische reiniging plus langdurige frisheid. Met Ocean is dit. En ik heb deze weer, want die heb ik er nu ook in zitten. En dit is lijm. Die is echt heel erg lekker. Dat was plus. Even kijken hoor, wat ik verder nog heb. Ik heb de leggings geruild. Ik heb nog eventjes een grijze erbij meegenomen. En dat doekje heb ik geruild voor een zwarte. Dus dan heb ik nu wel gewoon een legging. Ik heb gelijk even goed gekeken of het nu goed was gegaan. En dat was het. Dan heb ik eventjes baby shampoo gehaald voor de kwasten weer. Ik heb dit dingetje gekocht. Dat is een gezichtsmist, vernevelaar. Die kun je dus ook gewoon gebruiken voor je make-up. Die zag ik in de folder en die vond ik er wel interessant uitzien. Dus die heb ik meegenomen. En even kijken, wat had ik nog? Oh ja, dit. Anti-haargroeiserum, daar was ik zo benieuwd naar. Dat was nieuw van het kruidvat, dus dat wilde ik heel graag proberen. Maar elke keer was het op, dus dat ga ik ook even proberen. Dit waren dan alle boodschapjes. Ga ik zo gelijk even opruimen. Kan ik even het wasje in de kast doen. Misschien boven nog wat opruimen. Ik ga even kijken. Ik denk niet dat er echt iets is waar ik jullie verder nog ga bijzetten. Want ik denk ook niet dat ik ga bullet journalen nu. Dat ga ik morgen zaterdag ook al doen. Ah, ik moet gewoon even kijken. Eerst maar even zo de spullen in de kast en opruimen. Dan kan dat in ieder geval allemaal weer naar boven toe.
Zo, ik heb eventjes, zoals je hebt kunnen zien, de groenten afgehaald. Daarna heb ik eventjes een broek gemaakt. Ik heb een hele oude pyjama broek, maar hij is al best wel versleten, maar dat ding zit zo lekker. En ik trok hem dinsdagavond aan. Ik zag ineens dat hij bij de naad helemaal uitgescheurd was. Dus die heb ik toch nog even gemaakt, want die zit zo verrekte lekker. Dat is altijd zo stom, hè? Oude pyjama broeken, die kunnen soms het lekker zitten, maar die heb ik even gemaakt. De was ligt ook lekker in de kast. Ik moet wel weer even kledinghangers kopen als ik bij de Action kom. Dat zou ik eigenlijk laatst al doen, toen ben ik het helemaal vergeten. Maar dat kwam toch omdat ik eventjes in een andere Action was en dan toch eventjes een beetje desoriënterend ben. Maar goed, die moet ik dus ook weer even halen. Dus die moet ik even op het lijstje zetten. Als ik er dan weer een keer kom, dan kan ik die mooi meenemen. Ja, eigenlijk vooral dat soort klusjes. De boodschappen staan lekker boven. Mijn schoenen staan weer boven. De katten hebben net lekker gegeten. Die waren net nog even het laatste restje aan het opsmullen. Dus ja, eigenlijk wel lekker. Ik had alleen heel erg zin gehad in een pompoenpitbroodje bij de Lidl. Maar er lag letterlijk nog eentje. En ik had zo'n idee dat die er al een tijdje lag. Dus ik had zoiets, die ga ik maar niet halen. En hoe laat waren wij daar? Nou, als het 2:30 was misschien. Iets later. Maar dan denk ik, dat vind ik dan zo jammer, weet je wel. Dan ben je eigenlijk op een vrij vroeg tijdstip bij een Lidl en dan hebben ze zo weinig van die broodjes dat er echt nog eens zo'n heel zielig broodje ligt. Ja, ik durfde het niet aan. Ik dacht dat die heel taai ging zijn. Vind ik dat toch jammer. Dus ik vind toch dat Lidl dat best wel wat beter mag doen. Let daar gewoon wat beter op, zou ik zeggen. Ik snap best wel dat het soms lastig is, maar het is best wel jammer als je dan misgrijpt. Maar goed. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond is het eigenlijk weer het standaard Riedeltje. Ik weet er alles van. B&B vol liefde. Daarna heb je niet veel. Misschien ook even wat ga opzoeken of zo om terug te kijken. Dat weet ik niet. Ik moet sowieso foto's bewerken. Dus dat moet ik wel eventjes doen. En Nieuw Amsterdam. En vanavond is het code 37. Ik had ook eventjes de video nagekeken die ik voor zaterdag had opgenomen. Maar die is verder gewoon gelukkig helemaal goed gegaan. Dus daar hoef ik niks meer aan te doen. Dus die is alleen nog een kwestie van morgenavond editen en online zetten. Dus dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik... Nee, ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb mijn telefoon op de oplader liggen. Want die ben ik vergeten op te laden vannacht. Dus dat was ook niet echt lekker. Maar goed, die ligt er nu op. Dus die is straks weer vol. Ik ga de nagellak er zo afhalen. En dan vind ik het mooi geweest. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 30 juli. Ik ben klaargemaakt en ik baal een beetje. Want ik ben vergeten om chocomel te kopen gisteren. Zo stom. Normaal zit het altijd in mijn hoofd. Chocomel kopen. Ik ben het vergeten. Ik heb nog wel wat, dus ik ga het gewoon een beetje bewaren. Dus ik ga nu maar gewoon sap drinken als ik uit bed kom. Eigenlijk normaal als ik gesport heb, is het eerste wat ik dan zin in heb, is een beker chocomel. Maar goed, dat zit er nu even niet in. Super stom is dat. Ik heb gisteren, ik weet er alles van, gekeken naar de B&B vol liefde. En daarna heb ik de Slet van 6 VWO gekeken. Dat is een serie van NPO 3. En er zijn al verschillende seizoenen van geweest. En in het begin duurden die afleveringetjes 5 minuten. Dus dat keek je heel makkelijk weg. Dan was je er zo doorheen. Maar nu is seizoen 4 duurt 25 minuten. En ik was er toch al wel benieuwd naar. Het staat nu eindelijk online. En in dit seizoen heeft er een meisje zelfmoord gepleegd. Maar dat zijn best wel... Is best wel een interessante serie. Dus ik heb daar 2 afleveringetjes van gezien. En dan ga ik volgende week wel weer verder. Want ja, je blijft een beetje hangen op het feit dat er niet zo heel veel is. Dus dat was wel eventjes interessant om te kijken. Ik heb mijn foto's bewerkt. Zijn helaas nog niet helemaal af. Dus daar moet ik nog even verder mee. En toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. En code 37. En dat was ook wel weer heel erg mooi. Ik heb ook nog een pakketje binnengekregen. Die zal ik zo eventjes met jullie uitpakken. Die is gisteravond binnengekomen. Want ik heb een nieuw statiefje besteld voor mijn camera. Het statiefje wat ik heb, die is niet zo heel stevig. Ik denk toch dat die handiger is voor als je met je telefoon filmt. En niet zozeer voor de camera. Althans niet voor deze camera, want hij is wat zwaarder. En ik mis toch wel een statiefje. Maar die kwam met de DHL. Dus die werd gisteravond voor de deur gebonjourd.
Vandaag, ik wil gaan zo eventjes goed stofzuigen en de bakken doen. En dan wil ik eventjes een deel van de make-up laders even schoonmaken. Want dat is ook alweer een tijdje geleden dat daar een doekje doorheen is geweest. Dus begin ik gewoon met de blauwe kast en dan ga ik daar even een doek doorheen halen. Maar daar zet ik jullie dan even bij. Ik zal nu eerst even het doosje pakken, zodat ik even het statiefje met jullie kan uitpakken. Nou, dit is hem. Hij is van Mojo Gear. En het is gewoon een mini tripod met een foamklem. Dus er zit wel een klem bij voor je telefoon. Maar je kan ook gewoon je camera erop doen. En dit is een vlogkit. Ik zal even het doosje openmaken. Ja, dat is niet zo handig. Even kijken of dit met één hand lukt hoor. Oh, dat lukt gewoon. Dit is. Oh, dit is de. Het dingetje voor je telefoon. Die kun je blijkbaar helemaal uittrekken. Ik vind hem wel heel klein. Ik denk niet eens dat mijn telefoon erop zou kunnen. Maar die krijg je dus ook bij. En dan is dit het strijkpotje. Kijken of we die wel open krijgen. Kijk, dit is de tripod en die kun je dus gewoon heel makkelijk zo ook uitkammen. Dus ik ga eens eventjes hem op de camera draaien om te kijken of dat dan ook werkt. Dus laat ik het zo in de spiegel wel even zien of dat het ook daadwerkelijk goed lukt. Zoals je ziet zit hij er nu op. Hij houdt wel heel makkelijk vast. En nou wil ik ook even testen of die kan blijven staan. Even kijken hoor, als ik hem zo neerzet. Oh, die stopt. Hij blijft echt super goed staan. Oh, dit is wel echt een hele goeie. Ik merk wel echt verschil. Hij blijft heel stabiel staan. Je kunt hem heel makkelijk uitklappen. En het voelt ook wel lekker om hem zo vast te houden. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja, het foamklemmetje zal ik niet gaan gebruiken. Maar we houden hem er wel gewoon bij. Hij is geschikt voor telefoons tot 9,5 centimeter. Nou weet ik niet of hoe breed mijn telefoon is, eerlijk gezegd. Maar ik vind hem zo al heel fijn om vast te houden in ieder geval. Ik ga nu eerst even stofzuigen en dan ga ik jullie er zometeen bij zitten als ik eventjes die lades ga doen. Dan kunnen we mooi het nieuwe statiefje gebruiken, dus dat is alweer top. Nou, ik ga beginnen met deze kast. Dus ik ga gewoon laverlader even uithalen, eventjes doekje erdoor en dan ga ik het er weer inzetten. Ik doe wel alleen eerst deze kast, de andere die komen later wel, want maar even één tegelijk, want anders wordt het een beetje te veel. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Thank you.
Zo, de laden zijn weer mooi schoon. Je zag me in het begin misschien bezig met de kruimeldief, maar die was op een gegeven moment leeg. Dus die kon ik niet meer verder gebruiken. Dus dan heb ik het gewoon met het doekje gedaan, maar het is in ieder geval wel weer schoon. Je krijgt het er alleen nooit weer zo goed in als dat het erin zat. Nou, moet ik onderhand maar weer eventjes een keer helemaal opnieuw gaan doen. Daar had ik nu geen zin in. Maar het werkte met dat nieuwe statiefje echt fantastisch. Ik zie alleen dat mijn batterij nu leeg is, dus ik ga wel even verder vloggen met mijn telefoon. Ik heb alleen zo onwijs veel kramp in mijn benen. Ik denk echt dat ik iets verkeerd heb gedaan met sporten. Want het doet echt onwijs zeer. Ja, ik kan niet echt verklaren waar het vandaan komt, maar het voelt niet heel prettig aan. Maar goed, ik ga ervan uit dat het er gewoon weer uitgaat. Het is alleen af en toe even vervelend met bepaalde bewegingen. Bah. Ik heb lekker nog even gebullet journaled. Ik ben even met de mus aan de gang gegaan. Het was wel even lekker ontspannend. Maar ik ben wel blij dat die kast in ieder geval nu zo goed als weer schoon is. En dan pak ik binnenkort ook die andere kasten even aan. Maar zoals ik al zei, ik vond één kast wel voldoende. Dan had ik het wel weer eventjes mee gehad. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen, eten. En vanavond heb je weer, ik weet er alles van. Ik weet nog niet wat ik daarna ga kijken. Ik heb sowieso nog een aflevering van Flikken Maastricht die ik kan kijken. Die had ik zondag opgenomen. Dus die ga ik sowieso wel even terugkijken. Want ja, het is vrijdag en is er niet zo heel veel op televisie wat mij zelf interesseert. Ik had wel de nagellak eraf gehaald gisteren trouwens. Dat was wel lekker. Verder moet ik nog eventjes de foto's afmaken qua bewerken en het artikel schrijven. De video van morgen moet nog even in elkaar. Er moet nog een thumbnail voor gemaakt worden. En ik ga sowieso verder met Nieuw Amsterdam en weer met code 37. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel erg bijzonder. Maar ik ben in ieder geval wel heel erg blij met mijn nieuwe tripodje. Dat is wel echt een hele fijne. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga even mijn benen recht uitleggen. Want ik heb echt heel veel last ervan dat het zo trekt. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 31 juli. Ik ben klaargemaakt. En ik heb net eventjes alle make-up weer opgeruimd op mijn kaptafel. Wat ik niet meer ga gebruiken. Want vandaag is de laatste make-up dag van de week. Dus dan heb ik alles alweer even opgeruimd. Ook de producten die ik al getest heb, die liggen al eventjes in het koffertje. Dus ja, wat dat betreft wel even lekker al bezig geweest. Kwasten al verzameld, die moeten gewassen worden straks. Ik ga ze vandaag even met de hand wassen, want ik heb niet zo heel veel kracht om heel lang te staan. Omdat ik heel erg last van mijn benen heb, die voelen heel zwaar aan. Ik dacht, dan doe ik ze vandaag gewoon eventjes een keertje gewoon met de hand en dan niet met het apparaat. Dat is ook een keer prima. Verder ga ik gewoon even bullet journalen. Dus het is niet een hele spannende planning. Ik moet wel eventjes stofzuigen en de kattenbak scheppen. Maar dat is eigenlijk zo'n standaard iets. Dat is voor mij niet echt meer heel interessant of zo. Gisteravond heb ik in Maastricht gekeken. Ja, was nog wel weer even leuk om te zien. En uiteraard ook het spelletje. Ik weet er alles van. Dus dat was wel weer erg leuk. Ik heb nog even lekker gegamed. Maar ik ben nog steeds inspiratieloos voor mijn eiland. Dus dat is een beetje lastig. Verder heb ik mijn artikel geschreven. En ook eventjes de laatste foto's had ik afgemaakt. De video in elkaar gezet. Die staat inmiddels ook al online. Dus dat ging ook wel vlot. Toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken en daarna code 37. Dus dat was eigenlijk ook wel de avond. Ik las trouwens van de week nog dat er een Belgische acteur was overleden. Hij was nog niet eens super oud. Hij was in de 70. En ik ken hem van Aspen. Hij was daar de commissaris. Dus daar kende ik hem nog wel van. En die naam zei me ook al wat. Ik dacht, oh, volgens mij zei hij dat. En dat was inderdaad zo. Maar ik dacht eigenlijk dat hij de laatste jaren ook in Nederland woonde. Tenminste, er stond toen een keer op Wikipedia bij dat hij in Den Haag woonde. Maar ja, Wikipedia kan natuurlijk door iedereen veranderd worden. Dus in hoeverre dat waar is, dat weet je soms toch niet. Maar ja, omdat ik hem kende, dacht ik wel van, oh, nou ja. Ik vind wel dat de laatste tijd veel mensen overlijden. Echt...
Ja, treurig. Ik heb een haartje in mijn lipgloss. Nou ja. Ik hoop dat hij er straks even uit kan gehaald worden, want dat voelt nooit zo fijn aan. Dus dat was verder de avond niet heel bijzonder. Dus ik ga zo gewoon maar eventjes stofzuigen. Misschien boven nog even wat doen. Want het is nog vrij vroeg en er is verder toch niks te doen. Het is ook weer erg weierig. Ik ga eens even kijken hoeveel graden het is. Oh, Mickey, hou op. Het is 19 graden en het is inderdaad regenachtig. Dus er valt elke keer wel wat regen. Dus nou, op zich vind ik dat wel gezellig. Ja, ik ga nu maar even wat doen. Want ik heb verder toch niet zo heel veel te melden. Dus dat eigenlijk. De vriendjes van het goede leven hebben net weer lekker gegeten. Ik heb even heerlijk gebullet journaled. Ik ben wel echt even lekker aan de gang gegaan. Ik had nu even het boek ook voor het grootste gedeelte bijgewerkt van mijn blog en YouTube kanaal. Dus even alle stempels erin en dat soort dingen. Maar ik had heel veel gegumd. Het goede nieuws was trouwens, ik had dat gummetje wat ik kwijt was, had ik weer gevonden. Lag gewoon op mijn stoel. Maar goed, dus heel veel gegumd. En dat gooi ik dan allemaal in een bakje. En dan gaat er toch nog wat naast. En gumsel is eigenlijk best wel troep als je het zo bekijkt. Dus dat heb ik mooi allemaal alweer schoon. Ik ben ook blij dat de kwasten weer schoon zijn. Daar kan ik altijd wel heel blij van worden. Want op een gegeven moment dan kijk ik naar mijn make-up kwast. Dan denk ik, oh gadver, wat zien jullie er ook uit. Dan ben ik zo blij als het weer de tijd is dat ik ze kan schoonmaken. Ik doe ze dan 1 keer in de 2 weken. Sommige mensen doen ze ook wel elke week. Maar er zijn ook mensen die ze echt nooit wassen. Ja, voor mij werkt het 1 keer in de 2 weken het beste, omdat ik ook gewoon niet te veel wil dat de haren blootgesteld worden aan sop en water. En gelukkig is baby shampoo eigenlijk heel mild. Je hebt ook wel speciale shampoo voor het reinigen van kwastenharen hoor, maar die zijn best wel duur en dat heb ik er dan toch weer niet voor over. Terwijl baby shampoo werkt voor mij prima. Maar wel weer een heel fijn gevoel dat die weer helemaal schoon zijn. Alle make-up resten er lekker uit. Heerlijk. Liggen nu ook gewoon te drogen. Ik ben ook wel heel blij dat we vorige week die verjaardag hadden en niet vandaag. Want vorige week hadden we zulk lekker weer en het is vandaag echt veel minder. Dan hadden we niet echt lekker in de tuin kunnen zitten, want het was heel grappig. Ik heb nu één arm die is bruin en de andere arm is nog wit. Dus ik ben net duur op een notti. Witbruin. Nou ja, heel gek. De rechterkant is wat bruiner dan de linkerkant. Dus nou ja, wie weet dat nog bijkleurt. Maar ik ben er bang voor in mijn geval. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan eten maken. Ik denk dat ik vanavond weer een film ga kijken op Videoland. Moet ik nou wel echt even eentje uitzoeken die niet zo slecht is als vorige week.
Maar er staan gelukkig genoeg films op, dus daar ga ik even induiken. Want er is niks op de televisie wat mijzelf interesseert. Ik ga sowieso nog eventjes gamen en ik wil de vlog voor het grootste gedeelte alweer in elkaar zetten. Daarna ga ik Nieuw Amsterdam kijken en weer code 37. Dus dat wordt verder de avond niet bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 1 augustus. Ik zit op de bank. Ik was gisteren even totaal niet lekker. Ik zal het even kort uitleggen. Ik heb sinds 2 weken heb ik last van amandelsteentjes. Als kind zijnde had ik dit altijd al, maar op een gegeven moment had ik er geen last meer van. En dat was heel fijn, want het is heel vies. Het zijn van die witte brokjes, die zitten dan in je keel. En soms komen ze eruit. Zoals 2 weken geleden begon ik te niezen en in 1 keer had ik 2 van die brokjes in mijn mond. En ze stinken ook heel erg. Ik zei dat tegen mijn moeder, die zei toen van ja, dat zijn amandelsteentjes, zij had het vroeger ook gehad. Maar toen ik klein was, wisten we eigenlijk niet wat het was, want mijn moeder weet het ook nog niet zo heel erg lang. Dus gisteren had ik dat ook ineens weer, toen was ik aan het niezen en toen had ik dus ook weer zo'n brokje in mijn keel, maar hij kwam niet los. Dus dat maakte me eigenlijk al best wel een beetje misselijk. En ik had op een gegeven moment gedoucht en zo. En ik kreeg ineens hoofdpijn. En ik was heel erg misselijk. Dus ik kreeg een migraineaanval. Ik kon bijna niet meer staan, want dat hield ik gewoon niet vol. Het enige wat ik wilde was op de bank zitten en verder niks doen. Ja, ik moest ook nog eten. Dus ik heb op een gegeven moment wel de airfryer aangedaan om eten te maken. Maar toen ik de geur van het eten rook, toen werd ik nog misselijker. Toen ben ik even naar het toilet gegaan, omdat ik dacht dat ik misschien moest overgeven. Maar dat ging niet. Ik heb uiteindelijk wel wat gegeten. Ik heb ook een aspirintje genomen. Op een gegeven moment ging het gelukkig wel weer zakken. Maar dat was echt even heel vervelend. Het was gewoon even een dikke migraineaanval. Dus ja, dat was niet fijn. Ik was wel blij dat het later weer beter ging. Dan heb ik even mijn moeder gebeld. Maar die valt steeds weg met bellen. Die telefoon, die is de hele zin aan het zeggen. En in 1 keer valt die weg. Dus dat is heel, heel vervelend ook. Ik heb even een film gekeken op Videoland. Taal is zeg maar echt mijn ding, heette die. Die zag er wel leuk uit. Die vond ik ook wel leuk om te zien. Vond ik wel een leuke film. Ik heb mijn vlog al voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Ik heb zelfs al wat foto's bewerkt voor een extra artikel. En toen ben ik Nieuw Amsterdam gaan kijken en daarna code 37. Maar dat was een beetje jammer, want dat was een dubbele uitzending. Dus ik kan donderdag verder met het vervolg. Dus dat vond ik wel eventjes jammer. Dat ik zeg maar, ja, dan moet je weer wachten. En dat vind ik altijd een beetje het vervelende bij dubbele afleveringen. Maar goed, ik ga het donderdag wel weer zien. Dus dat was verder ook de avond. Maar ja, die migraineaanval, dat was eventjes een minder dingetje. Ik ga zo even stofzuigen en even de groenten afhalen. Daarna ga ik foto's maken. Ik laat je even de fotoproducten zien. Ik moet alleen even de stofzuiger nakijken, want de zuigkracht die is een stuk minder geworden. Dit is ook een oudje. Dit is een stofzuiger die ik toen de tijd van mijn coach heb geleend. En ik heb nu niet aanstaande donderdag, maar die donderdag erop. Dat is 12 augustus volgens mij, als ik het goed zeg. Ga ik kijken voor een andere stofzuiger, want deze kan echt niet meer. En ja, het is gewoon belangrijk met huisdieren dat je goed kunt stofzuigen en dat lukt niet zo goed. Dus ik ga dat eventjes doen en dan laat ik je straks even de fotospulletjes zien. De fotospullen. Ik heb hier allereerst een Inside Eye Cool Kajal van Catrice. Black is the New Black. Ik wilde die toch nog gaan reviewen voor mijn blog en ik had nog een backup liggen, dus die ga ik lekker reviewen. Ik heb deze nagellakjes van Miki, de Floranista. Die heb ik van de verpakking al foto's van, maar van de nagellakjes zelf nog niet. Dan heb ik een aantal producten van de Vintage Beach Trend Editie van Essence, een oogschaduwpalette. Deze highlighter. Ik heb hier een... Kijk hoor. Coconut lip. Kan niet eens lezen. Conditioner. Deze Purpose Oral. En dit haarspray.
met kokosnoot erin. Dus ik ga hier mooi even foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Hé, duurt even, maar dan ben ik klaar. Ik heb er echt lang over gedaan. Maar goed, is op zich niet erg. Ik heb mijn groenten heb ik al af. Ik heb net mijn rundvlees opgezet. Dus dat ga ik straks lekker eten. Dat kan nu lekker goed gaar worden. Ik had echt een grootste lap voor het laatst bewaard. Maar dan wordt de vriezer weer wat leeg. Dus daar heb ik ook wel zin in. Want vaak bevalt het wel heel goed hoor. Dat is zo lekker. Maar goed, ik heb de meeste spullen opgeruimd. Ik heb alleen even de batterijen van de flitser in de oplader zitten. Want die waren leeg. Nog even de laatste spullen opruimen. En de lampen kunnen vanavond pas. Dus ja, verder dat is het eigenlijk gewoon. Op zich wel een lekker middagje zo wel weer. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Undercover in Nederland en daarna even Flikker Rotterdam. Dat heb ik gisteren opgenomen. Ik ga even de foto's bewerken. Misschien even nog met een artikel voor dinsdag aan de gang. Sowieso deze nagels, die gaan een lekker kleurtje krijgen. Dus ja, eigenlijk wel gewoon een lekker avondje. Verder wil ik Nieuw Amsterdam kijken. En ga ik met de allerlaatste aflevering van de 12e Schouwendam beginnen. Dus ik ben zo benieuwd hoe dit eindigt. Zo stom hè, woensdag kon ik bijna niet wachten. En nu, afgelopen dagen heb ik er veel minder aan gedacht. Maar nu vind ik het wel leuk dat ik dus nu ga afkijken. Dus daar heb ik wel zin in. Dus dat wordt het verder ook. Straks even lekker douchen en dan ga ik lekker de bank op. Nog even lekker gamen. Dus een heerlijk avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 2 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb niet fantastisch geslapen. Ik had een nachtmerrie. Ik droomde dat ik mijn vinger kwijt was. Mijn wijsvinger. Nou, dat was zo'n rare droom. Dus ik was zo blij toen ik wakker werd. En ik ging gelijk aan allebei mijn vingers voelen. Hé, oh gelukkig, ze zijn er nog. Het was maar een droom. Ze zijn hier beneden in het huis bezig. Dus daar waren ze al vrij vroeg mee begonnen. Dus dat werkte ook niet helemaal mee. Gelukkig ben ik nog wel even door gaan slapen. Maar die nachtmerrie die sluimerde wel even door. Dus dat was gewoon niet zo fijn. Ik heb gisteravond wel heerlijk gegeten. Dat draadjesvlees was echt weer fantastisch gebraden. Dat was echt weer zo lekker. Ik had echt het grootste stuk volgens mij ook voor het laatst bewaard. Maar het was gewoon heel mals. Het viel gewoon echt wel helemaal uit elkaar. En daar hou ik gewoon van. Het was weer fantastisch. Alleen, wij gingen gistermiddag nog even relaxen. De katten en ik. En dan ga ik altijd even lekker op de bank liggen. Onder een kleedje. En Tijgertje en Mickey komen er eigenlijk altijd bij. Alleen Tijgertje heeft op een gegeven moment naast mij zitten overgeven. En dat heb ik dus niet gemerkt, want ik had even mijn ogen dicht. En ik stond dus op en ik merkte dat mijn broek gewoon helemaal nat is. Ik denk, joh, wat is dit? Toen keek ik, oh, toen had ze naast me gekotst. Gelukkig moest ik nog douchen, want ik voelde me daarna echt heel erg goor. Dus ik heb gauw alles opgeruimd, de kleding nog even in de wasmachine gegooid. Die waren gelukkig ook zo klaar. Het scheelt omdat je daarna even de droger kunt doen, dus dat was echt top. Maar dat was wel even heel erg ranzig. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Ik zal even het lakje erbij pakken, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb een lipgloss op. Die ben ik aan het testen. Dat is deze. Maar hier zit blijkbaar menthol in, want dit is ook weer extreme plumping. Ik merk het gewoon. Tintelt. Ik neem het lakje even mee naar de woonkamer, want we hebben hier niet echt heel erg mooi licht. Maar ik heb dit lakje op van Sally Hansen. Het is een Insta-dry lakje. Een prismatic shine lakje in de kleur 025 Cosmic Blue. Maar hij dekt niet heel mooi. Want als je heel goed kijkt, zie je de witte randjes er doorheen komen. Ik kreeg hem niet heel mooi dekkend. Maar op zich vind ik het voor nu wel een keertje leuk. Ook leuk om te proberen. Want ja, ik test het toch maar weer uit. Dus dat heb ik in ieder geval gedaan. Ik heb Undercover in Nederland gekeken. Was wel weer heel interessant. Ik moet niezen, jongens. Daarna even Flikker Rotterdam. Ik heb nog lekker even gegamed. En dat was het ook. Toen ben ik verder gegaan met Nieuw Amsterdam. En ik had natuurlijk de laatste aflevering van de 12 van Olde. Of 12 van Schouwendam. Was heel spannend. Maar ik had het nog net iets spannender verwacht. Het einde. Het was absoluut het einde niet wat ik had zien aankomen. Dat verre van. Ik snap het nu veel beter. Alleen er zijn toch nog een paar losse eindjes die ik niet snap. Ga ik verder maar niet over in detail. Want misschien zijn er nog mensen die deze serie willen kijken. En ik hoor vaak van mijn moeder en van Nathalie dat ik te veel spoiler. Dus ik ga er niks over zeggen. Maar ik had dus toch nog wel wat vraagtekens. Ik ben ook echt een fantastisch boek aan het lezen. Dus daar geniet ik ook heel erg van.
Ik heb net al even de vuilniszak naar buiten gebracht. Die was helemaal gescheurd. Dus nu moet ik zo gaan kijken dat ik de stofzuiger aan de gang krijg. Want het moet daar echt even goed gestofzuigd worden. Want er is het een en ander naast gegaan. Dan ga ik een video opnemen. Daarna nog even bullet journalen. Daar ga ik jullie dan bij zetten. Maar ik ga nu eerst eventjes met de stofzuiger clearen. Om te kijken of ik die aan de gang krijg. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus tijd om wat te gaan doen. Nou, ik heb net een video opgenomen. En ik heb gewoon net een oogschaduwpalet te laten vallen. Waar ik echt onwijs van baal. Als het goed is, is hij gelukkig nog wel te koop. Dus ik ga donderdag direct een nieuwe kopen. Want ik heb er zo een hekel aan. Ik zal hem zo even laten zien. Ik ruim eerst even alle producten weer terug in het mandje. Want anders vinden de katten dat weer interessant. Maar kijk. Dit paletje is gewoon letterlijk helemaal gebroken. En het doet me zoveel pijn om dit te zien. Kijk, als hij er echt niet meer is, zou ik hem nog kunnen maken. Maar ik vind het echt niet leuk. Dus gauw een nieuwe kopen. Ik ga nu eerst even wat drinken en dan ga ik bullet journalen en dan zal ik jullie bijzetten. Weer lekker klaar. De katjes hebben ook net lekker gegeten. En ik heb net even wat laatste dingetjes opgeruimd. Ik heb alle make-upjes weer even teruggezet. Want die ik voor de video in de video had laten zien, die heb ik even weer netjes op zijn plek neergezet. Behalve dat gebroken paletten natuurlijk. Want ik ga gewoon kijken of ik nog een nieuwe kan vinden. En als die er niet is, dan ga ik hem proberen te maken. Een nieuwe kopen is wel makkelijker. Het is ja, eigenlijk best wel lekker. Ook even lekker gebullet journaled. Eigenlijk voornamelijk even doodles getekend. Want de nieuwe doodles die staan online. Voor de mensen die dat interessant vinden. Hij staat deze maand in het thema van wildflower in een notebook. Dus je moet allemaal van dit soort dingetjes tekenen. Maar wel super leuk. Ook wel een uitdaging. Want er staan echt heel veel blaadjes bij. En daar ben ik nou niet al te goed in. Maar nou, op zich wel heel leuk. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb er nu 5 af. En ik werk nu wat meer vooruit. Want ik kan zaterdag kan ik bullet journalen. Maar ik vertel jullie daar in de volgende week vlog wel weer meer over. Waarom ik dat zaterdag niet kan doen. Ik ga zo even lekker relaxen. In de hoop dat er nu niet gespuugd wordt. Zou heel fijn zijn. Ga ik straks douchen. Eten maken. Vanavond weer. Ik weet er alles van. En weer lekker de B&B vol liefde. Daar kan ik weer van gaan genieten. Lekker nog even gamen. En ik moet mijn artikel schrijven. Want ik had gisteravond de foto's al bewerkt. Ik weet niet of ik dat nog had verteld. Maar die zijn in ieder geval klaar. Dus die kan ik dan mooi schrijven. En dan ga ik vanavond verder met Nieuw Amsterdam. En ik ga met Hudson en Rex beginnen. Ik ben eigenlijk alleen heel erg benieuwd. Wilde ik nog even nakijken. Want ik heb die app niet op mijn telefoon zitten. Maar wel op mijn iPad. Hoeveel seizoenen er van Hudson en Rex dus online staan? Want ik zag dus dat er 3 seizoenen staan zijn. Dus ik ga even inloggen. Kunnen we even zien hoeveel seizoenen er op Netflix of Videoland staan? Ja. Even kijken hoor.
vond het zo'n leuke serie. Maar dat komt natuurlijk omdat ik ook fan was van Commissaris Rex zoeken. Kletsen. Hey, ga je dat nou niet vinden? Dat zou jammer zijn. Ik ga het even op Google opzoeken, want nu wil ik het weten. Ja, ik zet wel Videoland, zie ik. Oh, het staat er niet meer op. Hebben ze dat er nou afgehaald? Nou, daar moet ik vanavond even naar gaan kijken. Want van de week stond het erop. Dus dat moet ik even nakijken. Dus dat horen jullie dan morgen wel. Maar dat was ik van plan om te gaan kijken. Dus ik moet even kijken of dat gaat lukken. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag. Deze dinsdag, het is 3 augustus. Ik ben klaargemaakt. Helaas is de migraine weer wat opkomen zetten. Dus ik heb er weer wat meer last van. Maar ik ga gewoon weer dingen doen. En ik hoop dat het een beetje het laatste dagje is. Vandaag is Lente geopereerd. Ik heb een tijdje geleden in een van mijn vlogs verteld dat Lente een soort van stukje vlees in haar mond had. En vandaag was de dag dat dat verwijderd moest worden. En ja, ik heb daar ook best wel een beetje van wakker gelegen, want het is helemaal mijn kind niet natuurlijk, maar je leeft daar heel erg in mee, want zo'n kleintje is nog zo klein, ze moet onder narcose, dat vond ik zo vervelend. Maar ik kreeg op een gegeven moment een filmpje dat ze alweer een broodje zat te eten en daar was ik heel blij mee, want ja, dat is gewoon heel fijn en het gaat nu allemaal weer goed met Lente. Ik had gisteren ook een eleverend gesprek met Nathalie, want ik word volgende maand 30 en ik heb daar best wel veel moeite mee. Ik vind dat best wel lastig. Ik vind ouder worden sowieso gewoon heel lastig. Ik heb dat altijd al gehad hoor. Toen zei ze ook van ja, maar je moet wel blij zijn dat je ouder mag worden, want nu kan je Lente zien opgroeien. Dus je moet er gewoon een feestje van maken als je 30 wordt. Daar had ze ook zeker een punt in, maar het feit blijft dat ik er gewoon last van heb. Nou zijn mijn verjaardagen nooit heel groot hoor. Ik doe het gewoon met familie. En vorig jaar heb ik het geluk gehad dat ik het ook nog kon vieren. Want daarna begon eigenlijk, na september begon eigenlijk de corona weer zo aan te nemen. Dat natuurlijk alles op slot ging. En dat je eigenlijk bijna geen mensen mocht zien. Dus het is wel fijn dat dat nog kon. Ja, hoe dat dit jaar gaat zijn, dat is afwachten. Ik ga er niet vanuit dat alles weer op slot zal gaan hoor. Maar je moet overal rekening mee houden. Maar goed, dat was toch wel gewoon een beetje een dingetje. Ik heb gisteravond weer, ik weet er alles van, en de BNB Vol Liefde gekeken. Ik heb even gegamed. Ik heb mijn artikel geschreven. En ik heb nu het persbericht van Essence weer binnen. Dus daar kan ik ook weer mee aan de gang. Daarnaast heb ik Nieuw Amsterdam gekeken en wilde ik Hudson en Rex gaan kijken. Maar jullie hadden gisteren al in de gaten, toen ik op Videoland aan het kijken was, dat het eraf was gehaald. Dat is dus er echt afgehaald. Maar ik zag dus afgelopen woensdag op Facebook voorbij komen dat Fox het seizoen 2 zou gaan uitzenden van Hudson en Rex. Dus ik had dat opgenomen. Maar ik dacht, als het op Videoland staat, kan ik ineens natuurlijk doorkijken. Want nu moet ik elke keer wachten, want er komen dan maar 2 afleveringen per keer. Dus toen ging ik dat gisteravond kijken, maar helaas waren ze nog niet door seizoen 1 heen. Dus ik had deze aflevering al gezien. Nou heb ik het nagekeken. 11 augustus, woensdag 11 augustus, beginnen ze met seizoen 2 van Hudson en Rex. Dus ik ga het zo even opschrijven op mijn in de keuken op mijn bord. En dan kan ik het lekker gaan opnemen, dan kan ik het dan weer gaan kijken. Maar zoals ik al zei, het duurt wat langer omdat het elke keer 2 afleveringen zijn. Dus het kan zijn dat ik misschien dan gewoon wachten tot alles erop staat. Maar dat moet ik even kijken, dat weet ik nog niet. Dus dat was wel even een tegenvaller dat het een herhaling was. Want ik dacht dus echt dat ze al met seizoen 2 begonnen afgelopen woensdag. Maar dat was dus niet.
Ik ga zo eventjes de boel doen. Ik moet alles nu doen. Dus even lekker de kattenbakken legen. En ja, de douche er even goed in de gang. En ja, dat is het ook wel. Ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten. En verder ook niet heel veel te vertellen. Dus ik ga het nu eventjes ook even kijken of ik nog een was moet draaien. Dan ga ik zo eerst maar eventjes beginnen aan de schoonmaak. Ik heb hele lieve post gekregen van een van jullie. Het is een heel lief kaartje en allemaal dingetjes voor het bullet journalen. Bijvoorbeeld deze stickertjes zaten erbij. Het kaartje laat ik verder niet lezen, want dat vind ik een beetje persoonlijk. Nou, hier ook een dingetje dat je ook kunt gebruiken voor je bullet journal. Een heel leuk kaartje ook, die je ook kunt inkleuren. Deze, die kun je leuk uitknippen en dan plakken. Of je kunt ze uitdrukken, zie ik. Nou, nog een leuk plaatje. Allemaal van deze leuke dingen die je dus aan cadeautjes kunt hangen. Happy birthday. En met een telefoontje. Mooie bloemetjes, die kun je ook leuke tekstjes opschrijven. Deze nog, ook een mooie sticker. Hier zitten dan nog wat leuke goodies in ook. Die ga ik later even bekijken. En nog een leuk hangertje. En nog zo'n leuk dingetje met palmboompjes. Heel leuk schrijfboekje ook nog. En een leuk hart en twee hele leuke washi-tapejes. Nou, degene die dit heeft gestuurd weet wie het heeft gestuurd. Dus heel erg bedankt. Ik vind het heel erg leuk. Heel erg leuk om jouw post te krijgen. Het was toch warmer dan ik dacht. Het stofzuigen is nu ook even anders, want die ene stofzuiger is dus echt helemaal kapot. Dus ik heb nu weer eventjes die andere gepakt. Die zuigt ook niet meer fantastisch. Dus wat ik nu doe is zeg maar dat ik alle troep bij elkaar veeg met de bezem en dan het in één hoop opzuig. Alleen ik moet steeds mijn hand ervoor doen zodat het niet weg gaat lopen. Ik ben een stuk van mijn nagellak verloren, dus ik ga die vanavond wel even opnieuw doen. Maar dat kost gewoon allemaal even wat meer tijd. Maar goed, ik heb geprobeerd jullie er toch een beetje bij te zetten. Ik heb alles klaar. De was zit nu in de droger, dus die kan lekker drogen. Ik heb maar één shirtje dat er niet in kon. Dat is een heel kwetsbaar shirtje van Primark. Dus die hangt hier gewoon even in de kamer. Maar de rest kon lekker in de droger, dus dat is wel heerlijk. Ik ga zo nog even lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Vanavond gewoon weer, ik weet er alles van, en de B&B vol liefde. En daarna kijk ik even Camping Koppens. Ik wil ook nog even gamen. En ik ga de foto's bewerken. Ik ga de vlog afmaken. En ik heb vanavond nieuw Amsterdam. En ik ga toch dus een nieuwe serie uitzoeken op Videoland. Maar ik heb nog geen idee welke. Dus dat hoor je in de volgende week vlog welke het is geworden. Want ja, ik ga nu niet verder met die aflevering van Hudson en Rex. Omdat ik die dus al heb gezien. Dus ik wacht lekker tot 11 augustus. Tot ik dat heb, tot de nieuwe online staan. Ik ga zo nog wel even mijn vocht wat aanvullen, want ik had heel erg dorst, maar ik heb in ieder geval alles weer lekker opgeruimd en alles is schoon. Dus de katten hebben weer een schone bak, schone eetbakjes, schone drinkbakjes, dus die zijn ook weer helemaal blij. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt.
Ik heb net ook weer een nieuwe abonnee mogen verwelkomen. Ik kon alleen haar berichtje helaas niet meer zien. Dus ik ga daar nog eventjes naar kijken, zodat ik die nog even kan beantwoorden. Dus het is een beetje vaag. Soms komen ineens reacties, zijn niet zichtbaar op YouTube. Dat is soms echt heel erg gek. Maar goed, ga ik nog eventjes naar kijken. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!